Hele goede middag. Welkom in Gennep bij de allereerste kerk van Nederland. De Nederlandse Hervormde Kerk van 1660 en het raadhuis van 1597. Gaan we beginnen aan de etappe 19 richting Vieringsbeek. Loop lekker mee. Ik volg trouwens Marderlijn op de GPS. Ook al wordt er gewerkt aan een nieuwe lijn. Maar de markeringen zie ik niet, dus misschien loop ik niet conform de markeringen. Nog steeds geen markeringen, maar ik ga het Heijense bos in Heeseland. Desalniettemin heb ik hier natuurlijk een prima gebied gevonden. Mooie paadjes, mooi bos. Hier ben ik weer op de route, gelukkig. Dat geeft een goed gevoel, dit pad in. Naar beneden van de Nieuwwijkstraat dijk af. De Kempkenweg laten we. Dit is de Hommersumseweg. Prachtige naam hebben ze hier. Pieterburen naar Pieterberg. Onder de A77 door dus. Maasduinen Bergerbos. Echt de markering van het Pieterpad, maar tevens een mountainbikepad, dus wel oppassen. Nog steeds in Maasduinen, Bergerbos. Het hekje door. Volgende natuurgebiedje. De hei is uitgebloeid, maar moet je eens kijken hoe schitterend. Maasduinen Bergerbos ga ik hier uit. En voor het eerst vandaag breekt de zon ook nog door. Terwijl het al over 3 is. In half november. Dus de zon komt niet hoog.
Over 2 uur is het al van schemer of donker. De veerweg. Eens kijken of het veer vaart vandaag. En we zijn al vertrokken, hoe snel kan dat zijn? Deze kant van het veer en van de Maas heet Maasheggen. En we zitten nu opeens in Brabant, waar we voor het veer nog in Limburg zaten. Aan beide kanten de Maasheggen, gebruikt om de landbouwpercelen af te grenzen. Dat is natuurlijk later vervangen door veel plekken door schikdraad en prikkeldraad. Maar oorspronkelijk gebruikten ze daar dus dit voor, meidoorn, struiken in elkaar gevlochten. En zelfs Julius Caesar had er al last van, want met je troepen kan je hier niet zo even snel die heggen door. Hier een stukje rivierduinen, in dit geval Maasduinen zoals we dat ook kennen van Hardenberg en andere rivierduinen in bijvoorbeeld de Vecht. Opgestuwd zand, hier de Groeningse bergen. Ik kan wel even een hapje gebruiken. Net gered, 2 minuten voordat de zon ondergaat, hier in Vieringsbeek, onderaan de kerk, eindigt deze etappe. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het meegenieten. Volgende keer naar het volgende.